We zitten hier langs het Zeegse loopje, vlakbij de Zeegse brug. Een plek die niet zoveel mensen kennen, maar hier ligt een zogenaamde voorde. Een oude doorwaadbare plek waar in de middeleeuwen de karren door de beek trokken. Voordat er bruggen waren, gingen mensen altijd op ondiepe plekken door de beek. En dan had je een schuine inrit vaak, waar je zeg maar, met de kar naar beneden kon rijden. Dan was de bodem van de beek vaak versterkt met allerlei stenen, met platte keien. En aan de andere kant ging de kar weer omhoog. En zo'n oude doorwaadbare plek, die zie je hier prachtig nog in het landschap liggen. Ook al is die helemaal verscholen in het hout. Rechts aan de rechterkant, hier achter mij, ziet u zo'n opgang, een hele geleidelijke helling, omdat die karren natuurlijk niet zo makkelijk omhoog konden komen. En hier naar beneden toe. En als je hier op je blote voeten door de beek zou lopen, zou je ongetwijfeld nog de stenen resten vinden van die oude beekbedding waar die karren doorheen gingen. En dan, en zo kon je op deze, dit was een onderdeel van een grote doorgaande route van de zogenaamde Tweede Hondsrug, de rug van waar Rolde en Fries op liggen, naar de Hondsrug toe. Dus er zijn hier duizenden karren gepasseerd in het verleden. Dat is wel zeker. Totdat men op een gegeven moment dacht van, we bouwen een brug, dat is een stuk makkelijker dan elke keer door het water heen.